Ja, ja, die ken ik. Okay. Ik was ook bij. Sully, het is weer maandag. Tijd voor het rondje langs de buitenlandse velden. Ja, ik wil eigenlijk gewoon beginnen met iets waar jij het meest van hebt genoten dit weekend. Oeh, dat vraag je dat nu? Dat vraag ik nu gewoon aan jou, zonder voorbereiding. Waar heb je nou echt van genoten? Is er iets waar jij van hebt genoten? Poef, vind ik een lastige vraag, want ik heb veel voetbal gezien. Daar kom ik zo op. Ik heb ook 11 van de weken, heb ik een aantal spelers in zitten waarvan ik heb genoten. Maar waar ik van heb genoten dit weekend. Neem aan dat je ergens op doelt misschien? Nee, helemaal niet. Open vraag. Ik heb eigenlijk nergens van genoten. Nee. De comeback van Celta de Vigo misschien? Tegen Barcelona? Barcelona, ja. De 3-0 voorsprong, de 3-3. Nou, ik heb daar niet van genoten. Ik heb daarna zitten kijken en ik dacht, oké, wat is hier aan de hand? Vanuit Barcelona's perspectief? Vanuit Barcelona perspectief met het aantal blessures. En dan valt dan Nico González, de beste man op het veld, valt uit. Weer een blessure, dan denk je, wat is daar... Ansu Fati natuurlijk, die ook geblesseerd geraakt is. Opnieuw, voor de derde keer in korte tijd. Wat is hier aan de hand? En dat vroeg ik me eigenlijk af bij 3-1. Hoe kun je conditioneel zo slecht zijn? Dat was onder Koeman ook al zo. Dat ze rond minuut 70 in het begin al de problemen kregen. Dat is conditioneel helemaal niet goed. Dus dat vroeg ik me tijdens de wedstrijd af. Dus ik heb er eigenlijk niet van genoten. Ik vroeg me af, hoe kan het nou zo zijn dat je als je 3-1, 3-0 voorstaat, dat je dit op deze manier nog weggeeft? Maar daarmee doe je ook Iago Aspas bijvoorbeeld tekort en Celta de Vigo tekort, die dat wel de laatste 15 minuten wel heel goed deden. Zoveel druk op Barcelona. En dan kun je zeggen, de trainer had het over die jonge jongens, hè, dat je die niet die verantwoordelijkheid kunt geven. Maar ik zag ook een statistiek van de gemiddelde leeftijd, die was best hoog nog bij Barcelona. En er stonden een aantal ervaren spelers in het veld. Als je kampioen wil worden, dan kan dit niet gebeuren bij een 3-0 voorsprong. Kijk, het Atletico is het ook overkomen in hetzelfde weekend. Die geven inderdaad in blessuretijd ook 2 goals weg. Dan denk ik, ja, dat is de kampioen, dus die gebeurt ook. Dus het kan een keer gebeuren. Maar Koeman is natuurlijk de laan uitgestuurd. Ze hebben Sergi Barguan natuurlijk als interim aangesteld. En Xavi wordt vandaag gepresenteerd. Hij moet natuurlijk de reddende engel zijn natuurlijk van Barcelona. Maar heeft Barguan het laten zien dat Koeman niet het probleem was? Is dat te makkelijk? Ja, ik vind niet dat je het nu meer over Koeman moet hebben. Maar het probleem is natuurlijk dat daar Suarez is vertrokken, Messi is vertrokken. En dat daar een aantal jonge jongens zijn die nu ingepast worden. Die opvallen. Gavi valt op. Die heeft ook bij de Spaanse ploeg gewoon een hele wedstrijd gespeeld. Omdat hij het bij Barcelona goed deed. Nico González. Die steeds meer zijn draai begint te vinden op het middenveld. En echt indruk maakt. Dus de jonge jongens zijn denk ik het probleem niet. Pedri die afgelopen seizoen alles gespeeld heeft en indruk maakt en aan een EK speelde, Olympische Spelen speelde, zichzelf kapot heeft gespeeld. Dus die is nu onbeschikbaar. Ansu Fati die terugkomt en dat hij zou terugvallen in een aantal blessures was eigenlijk al ingecalculeerd. Want je kunt niet na zo'n lange periode er meteen weer staan. Dat lukt alleen een aantal jongens die dan ook nog het lijf mee hebben, die fysiek sterk zijn. Dus dat hebben ze heel slecht aangepakt? Ja, ze hebben het slecht aangepakt. Dus die blessurelast, dat daar nu vanuit de spelersgroep vragen worden gesteld bij de medische afdeling van, hé, wat is hier aan de hand? Want 11, 12 blessures is niet normaal. Dat je kunt Aguero, een hartklachten, dat kun je niet op konto schrijven van de medische staf, dat gebeurt. Maar dat daar zo ongelooflijk veel spelers, een heel elftal, geblesseerd is, ja, dat Xavi kan er nu binnenkomen en die heeft in zijn hoofd, ik wil met Ansu Fati op links en met Ousmane Dembele op rechts, want dan heb ik breedte en diepte. Ja, hij zal het toch op een andere manier moeten gaan aanpakken. Zoals Koeman het weet. Bijvoorbeeld met Gavi. Of Frenkie de Jong. Of Philippe Coutinho. Ja. Die ik weer zag warmlopen. En ik dacht, hij gaat toch niet inkomen. Want hij moest er bijna wel inkomen. Omdat er geen andere opties waren. En dan komt Ricky Puig erin. Weet je wel. En je ziet allemaal dingen die gebeuren bij Barcelona. Waarbij de trainers denken, ja, wij willen dit eigenlijk helemaal niet. Maar we moeten wel. Want er zijn geen andere spelers meer beschikbaar. Dus ik heb geen idee wat je vraag was. Maar het ligt niet aan Koeman. Nou ja, het is ook een beetje het probleem dan eigenlijk dat er geen moment is om naar een vastgesteld elftal te werken, weet je wel? Dat helemaal ingespeeld is op elkaar. Ja, en waar je een gezonde concurrentieslag hebt. Dat je, kijk, hij speelt, maar als jij beter wordt of jij laat via invalbeurten zien dat je beter bent, dan kom je op die plek terecht. Dus nu elke keer een elftal uit een soort van nood. Dan speelt Coutinho linksbuiten omdat er niemand anders beschikbaar is. Dan speelt Frenkie de Jong rechtsbuiten omdat niemand anders beschikbaar is. Dan moet Frenkie de Jong op de plek van Sergio Busquets als hij geschorst zou zijn komen een van de komende weken. En zo blijft dat week in week uit een soort van compromis. En dat is een probleem. En dat probleem gaat zo groot worden onder Xavi. Als Xavi het niet heel snel oppakt
En misschien gaat hij zich echt richten op Barcelona, het DNA van Barcelona, de manier van spelen van Barcelona. En dat ze met die jonge jongens langzaamaan, en dan moeten ze een tussenjaar innemen, misschien wel twee. En dan langzaamaan het weer opbouwen naar iets moois. Want nu heeft Celta de Vigo kennelijk bij 3-0 voorsprong het gevoel, dit kan. We kunnen Barcelona pakken in de tweede helft. Dat gevoel gaf Barcelona ook, na een aantal wissels. Want Ansu Fati is natuurlijk wel een zeer belangrijke speler. En Nico González was ook de uitblinker op het veld. Allebei natuurlijk direct betrokken bij doelpunten. En die vallen ook weg dan. En dan is dan ook nog pech dat Frenkie de Jong een bal bovenkant lat raakt in plaats van onderkant lat. Want dan is het geen probleem en heb je de rest gewonnen. En heeft niemand het erover, over de blessurelast. En kun je 2 weken in relatieve rust toewerken naar de volgende wedstrijd met Xavi. Maar nu gaat de focus natuurlijk daarop. Ja, zo werkt de voetballerij dan ook alweer. Ja, tuurlijk. Ja. Dat was wel een mooie actie trouwens van Frenkie. Ja, dat was een mooie actie. Dat hij met links schoot. Ja. Ja, daar kan ik verder niks over zeggen. Nee, het was een goede actie en hij ging over en hij ging net niet onder de lat. En anders was het een prachtige goal geweest en waren er iets minder problemen geweest. Want je raakt ook weer punten kwijt natuurlijk nu richting de titelrace. Maar die kunnen ze echt vergeten. Nu al? Ja, die kunnen ze wel vergeten, ja. Het is net als vorig seizoen opnieuw een inhaalrace. Maar stel je voor dat er een inhaalrace komt, dat Xavi het voor elkaar krijgt om die ploeg te laten voetballen. Dan moet je eerst 15 punten inhalen en dan moet je ook nog in de slotfase het volhouden. En dat lukte Koeman ook niet. En dat is heel veel gevraagd met zo'n smalle selectie nu. Want als ik aan jou vraag, maak nu een opstelling voor de volgende wedstrijd. Met de spelers die beschikbaar zijn. Dat wordt al lastig. Ja. Ja. Memphis scoorde nog wel, wilde ik nog wel even benoemen. Ja, die heeft al aardig wat goals gemaakt. Die rijdt 1-0-2 ongeveer zo. Dus dat is prima. Ja. Ja. Maar we doen misschien een beetje Celta en Iago Aspas doen we een beetje tekort eigenlijk. Nou, kijk, Celta de Vigo, dat is zo'n elftal dat ook weer slecht draait, onderin de competitie staat. Maar er is altijd één speler die daarop staat. Of meerdere spelers, in dit geval tegen Barcelona. Maar ook Aspas die natuurlijk de laatste goal maakt. En die schiet hij wel. Fantastisch binnen. Ja, die schiet hij echt prachtig binnen. Ja. En die pech heeft Ter Stegen dan weer. Dat die jongen die bal... Er is maar één manier waarop je die bal op die manier perfect kan inschieten. En precies in blessuretijd doet hij dat. Ja, en dat is dan... Ja, dan draai je af als Barcelona. Ja. Real Madrid wist wel te winnen. Ja. Grote man tegen Rayo Vallecano was opnieuw Karim Benzema. Ja, en Vinicius, hè, met een wereldactie. Ja. Heb je gezien dat hij op een gegeven moment 4-5 man voorbij dribbelde? Dat lukte net niet, maar dat had echt de goal van het jaar geweest in Spanje. Ja. Maar Benzema die heeft nu de verantwoordelijkheid over de aanval en over het hele team eigenlijk. En dat is wel mooi om te zien. En ik hoorde Giroud zeggen dat hij bij de Franse ploeg was gekomen, dat hij daardoor een soort van die aanval uit zijn balans heeft getrokken en dat de reden is dat Frankrijk niet presteerde. Maar hij zei ook in de tussenzin, hij is wel anders geworden, hij is een stuk volwassener geworden, dat zie je ook echt terug. Vorige week ben ik eens in Karim Benzema, ben ik me gaan verdiepen om te kijken wat er dan veranderd is allemaal en zo. Maar hij, Casemiro, Modric en... Dat is niet van Kroos. Dat is allemaal hetzelfde. Maar die jongens die vormen echt de ruggengraat van dit Real Madrid. En dan Vinicius Junior is daarin meegenomen. En het staat nu een prima elftal. En je ziet Ancelotti op de bank zitten of in zijn coachvak staan. Nog steeds super strak. Pokerface. Je kan aan hem niet zien om ze voor zijn achter te staan. Crisis hebben of de Champions League finale aan het spelen zijn. Beetje denk aan Martijn Krabbenam, hè? Hij lijkt, ja, Ancelotti en Krabbenam hebben heel veel overeenkomsten. Maar het is wel goed om te zien dat hij stapt daar binnen. Je denkt, oh, dat kan niet goed gaan. Met Real Madrid, ouder wordende spelers. Hetzelfde verhaal wat je Barcelona een beetje kan ophangen. En toch, de rust die daar heerst. Want we hebben het nooit over Real Madrid, maar er is ook niet echt veel reden om over Real Madrid te hebben. Behalve over Benzema, die echt waanzinnig presteert met hoeveel 10 goals en 7 assists. Dat is fascinerend. Dat is waanzinnig. En Vinicius Junior, die het nu elke wedstrijd laat zien. Op een manier dat je denkt, wauw. We hebben Neymar als Braziliaan die indruk maakt, af en toe als hij zin in heeft. En Vinicius Junior maakt nu elke wedstrijd indruk. Dus die presteert als Neymar. Dus dan moet je het ook meer over Vinicius gaan hebben. Ja, nou laten we dat maar gelijk gaan doen. Ja, dat hebben we gedaan toch bij deze? Ja, hebben we ook gedaan eigenlijk bij deze. Maar het is wel bijzonder, hè? Want vorig jaar werd nog gezegd, ja, weet je, kan hij het wel aan, weet je wel. 21 jaar pas. 21 jaar pas natuurlijk. Maar zo zie je maar, als je hem het vertrouwen geeft en de tijd geeft, betaalt zich wel uit. Ja, het heeft te maken met vertrouwen. Het heeft ook te maken met, als je 16 bent en je wordt gekocht door Real Madrid en dan speel je eerst nog in Brazilië, dat is een speeltuin voor zo'n jongen. Heel groot talent. Er wordt ook gezegd, jij gaat in de toekomst Neymar opvolgen. Jij bent de nieuwe Neymar. Mm-hmm. Jij bent het nieuwe wereldwonder. Ja, en dan ga je naar Real Madrid en dat moet je eerst verwerken.
En dan kom je bij Real Madrid terecht en dan is er in de rust een moment. Hè, je kan je nog herinneren dat Benzema zei, speel die bal maar niet naar links. Want als hij naar links gaat, dan zijn we hem sowieso kwijt. Hè, dat was een moment in de rust, 2 jaar geleden denk ik. Dan werd toen opgepikt door die camera's. Maar ik denk dat Benzema toen een juiste inschatting maakte. Want hij raakte toen inderdaad elke keer een bal kwijt na een actie. Omdat hij het te ver doordreef. Omdat er geen rendement aan vast zat. Maar hij is nu verder. Hij heeft iets in zijn voeding aangepast. Zijn trainingsregime aangepast. Maar hij heeft ook meer vertrouwd geraakt met de middenvelders die er staan. Ze zijn meer vertrouwd geraakt. Hebben meer vertrouwen in hem. Ancelotti heeft heel veel vertrouwen in hem door hem op te stellen. In plaats van Eden Hazard die het moeilijk heeft. In plaats van andere spelers die het ook moeilijk hebben. Hij heeft gewoon gekozen voor Vinicius. Jij bent nu de beste, dus jij speelt. Nou, dat is een combinatie van factoren die we net al opgenoemd hebben. In samenhang met Benzema die zich ook aangepast heeft aan Vinicius. Dat is wel knap. Dat je als spits eerst je aanpast aan Ronaldo. En nu past je zich ook een beetje aan Vinicius. Mm-hmm. Dus die mag ook een beetje, als hij zin heeft om te dribbelen. Ga maar, ik maak wel ruimte voor je. Dus hij maakt ook ruimte voor die dribbels. En dat is een samenwerking. En dat loopt perfect bij Real Madrid. En dat ze nu de minste schade leiden in Spanje eigenlijk. Zo moet je het wel zeggen. Want Real Madrid maakt natuurlijk nog steeds niet zodanig voor indruk dat je zegt, ze gaan de Champions League winnen. Maar ze leiden de minste schade. Dat komt ook omdat Vinicius Junior en Benzema elkaar goed verstaan. Omdat het middenveld loopt als een trein. En als Modric dan een keer niet kan meedoen, dan is er Camavinga die dan met die andere twee dan niet opvalt dat hij wat minder is dan Modric. Dus, en zo loopt het en marcheert dat perfect bij Real Madrid. Maar het heeft te maken met ervaring. En niet al te veel jonge jongens. Als je het afzet tegen Barcelona. Ja, daar lopen zoveel jonge jongens dat op een gegeven moment dat het standaardniveau een beetje kan zakken. Ja. Tot slot, wat Real Madrid betreft. Ik kan nog eens verklappen, er zat 1 speler in het elftal van de week van Real Madrid. Gaan we nog niet verklappen wie dat is. Mm-hmm. Maar is Real Madrid wat jou betreft de grootste titelkandidaat? Nou, kijk, Sevilla doet het nu goed. Real Sociedad doet het goed. Atletico is een vechtmachine. Die laten dan nu wel 2 punten liggen. Maar overal denk ik dat Real Madrid kampioen wordt. Ja, nu op dit moment, als je het mij nu vraagt, Real Madrid de beste papieren heeft. Omdat daar rust is. Omdat ze daar toch ook wel de minste tegengoals krijgen. Alhoewel Sevilla ook weer de 0 heeft gehouden afgelopen weekend. De derby. De derby tegen Betis, inderdaad. Maar ook een goal trouwens, hè? Die kanonskogel. Ik heb de goals niet gezien. Ik heb alleen de uitslag. Want ik heb Milan-Inter zitten kijken tegelijkertijd. En ja. Ik heb dit keer me volledig gefocust op het duel Zlatan Stefan de Vrij. Dat vond ik wel interessant om te kijken hoe die twee. Nou ja, wat mij betreft gaan we daar meteen op door. Natuurlijk, de derby van Italië is eigenlijk maar 1 derby in Italië. Dat is Milan tegen Inter. 1-1 werd. Jij zegt het, maar daar zijn niet alle mensen het over eens. Nee, je hebt er heel veel en je hebt prachtige namen voor al die derbies natuurlijk. Ja. Mogen we zeker niet vergeten, prachtig land ook. Maar dit Milan tegen Inter is natuurlijk wel. Jij bent een half Italiaan, toch? Nou ja, nee, ik ben geen half Italiaan, niet officieel. Maar, niet officieel, maar nee, onofficieel, half Italiaan. Ja, onofficieel. Maar nee, ik vind het ook een geweldige stad, Milan. En dat stadion is natuurlijk fantastisch. Jij bent er met Ruben geweest ook, om deze derby ook een keer te bezoeken. Het werd afgelopen weekend 1-1. Ja. Wat voor een derby heb jij gezien? Ik vond Inter eigenlijk veel beter. Tot de slotfase, de laatste 15 minuten, dacht ik, wat is AC Milan fit? En dat is al het hele seizoen zo, dat ze behoorlijk fit zijn in ogen. En vanuit het verleden weet je, Milan Lab, dat AC Milan was altijd behoorlijk fit. Maar ik vond ze nu ook weer zeer fit overkomen de laatste 5 minuten. En bij Inter juist helemaal niet. Dus Inter vond ik de betere ploeg. Voetballend? Als je mij vraagt, voetballend, wie is de betere ploeg van deze twee, dan zeg ik Inter. De structuur klopt daar. Maar je moet het wel over 9 minuten volhouden. En AC Milan kan het dus wel lang tegenhouden. En dan de laatste 20 minuten toch nog overheen gaan. Want het scheelde weinig. Of AC Milan had deze wedstrijd gewoon gewonnen. Met een klein beetje geluk. Hè. De vrije trap van Zlatan die dan niet inging. Weer dezelfde plek als een week geleden eigenlijk. Maar wat is de vraag eigenlijk? Nou ja, ik vroeg wat voor derby heb jij gezien? Oh, ik heb een derby gezien waarbij ik wilde kijken, kan AC Milan kampioen worden? Want er is natuurlijk nu Napoli en AC Milan staan een beetje voor op de rest. En dan komt Inter en dan is het weer een gat naar Atalanta en dergelijke. Mm-hmm. En dan is AC Milan in staat, omdat je heel veel kenners in Italië, zoals Capello en zo, zeiden, dit AC Milan kan kampioen worden. Dan ga je toch kijken, van zijn er zwakke punten en dergelijke. En als ik ze als kampioensploeg moet beoordelen, in de wedstrijd tegen Inter vielen ze mij eigenlijk een beetje tegen. Ik denk, dit kan nog wel eens de komende weken puntverlies gaan betekenen. Want je zegt wel, ze zouden kunnen winnen. Dus wat betreft dat ja, daarom. Maar zij zijn dus in staat om de laatste 20 minuten te kunnen domineren. Omdat ze fitter zijn dan de meeste andere ploegen in Italië. En daar, op de achtergrond is er hard aan gewerkt om die ploeg fit te krijgen. Mentaal fit, maar ook gewoon lichamelijk fit, conditioneel fit.
En dat vond ik wel, ik bedoel, als je Zlatan ziet op die leeftijd, ook in de slotfase, was ook nog zeer aanwezig nog. Dus dat vond ik het grote verschil. Dat AC Milan veel fitter oogde. Dus ja. Ja, ongelukkige ronde nog wel voor Stefan de Vrij, die de bal in eigen doel kopte. Het was wel moeilijk te zien, hè? Ja, dat had niet iedereen in de gaten. Niet iedereen had in de gaten. Zeer gewaardeerde collega Emiel Schelmers. Nou, ik heb het niet eens over Emiel Schelmers, want die had het vrij snel in de gaten. Maar dat de speler van AC Milan juichend wegliep, alsof hij een wereldgoal had Tomori, gemaakt. Ja. Tomori, die liep weg. Ja, het was ook moeilijk te zien. Ja, ik zag het in eerste instantie ook niet. Ik zag het in de herhaling, dacht ik, heeft Stefan de Vrij de bal geraakt? En pas in de derde herhaling dacht ik, het is een eigen doelpunt. Ja, ongelukkig, dat gebeurt een keer. Ja, ik vond hem niet slecht spelen tegen Zlatan, want dat is ook wel lastig. Ja. Die fysieke strijd met je aan wil gaan, dan moet je toch wel omheen voetballen eigenlijk. En dat deed hij naar behoren. Zlatan was niet heel gevaarlijk, alleen in de slotfase een keer dat met zijn fysiek, dat hij wat probeert bij hoge ballen in de 16, in die drukte, dat hij dan per ongeluk tegen zo'n bal aan probeert te lopen. Maar ik heb hem niet echt, hij is niet echt dominant geweest. Nee. Hij heeft niet echt aan de bal kunnen komen, omdat Inter dat vrij goed verdedigde. Ja, het was in meerdere opzichten natuurlijk de wedstrijd van Hasan Calhanoglu. Ja, dat hij die strafschop mag nemen. En dat Kessie gaf hem natuurlijk aan hem. En dat hij dan daar de fanatieke aanhang daar zit. Tegen de club waar hij vorig jaar nog speelde. Ik had wel gedacht dat hij het iets... In eerste instantie dacht ik, dat maakt het doelpunt. Rustig aan, iets mooi doelpunt. Maar daarna liet hij toch wel even met zijn oren zien dat hij ze graag wilde horen. Ja. Ja, dat is even ophitsen. Ja, dat hoort bij een derby. Ik heb daar geen moeite mee, maar het is niet verstandig om te doen, denk ik. Ja, op de een of andere manier kan dat in Italië gewoon. Spelers, je bedoelt dat er geen vuurwerk op het veld gegooid wordt? Er gaan heel vaak spelers van AC Milan naar Inter of van Juve naar AC Milan of noem maar op. Ja, ik vind dat ook een beetje kinderachtig. Maar dat hoort een beetje bij de supporters. Dat het niet zou kunnen, bedoel je? Maar dat niet zou kunnen. Ja. Ik heb geen AC Milan sjaal om en ik zit niet op de Curva Sud of de Curva Noord. En ik ben geen keihard... diehard supporter van een club. Mm-hmm. Dus ik kan me dat gevoel moeilijker voorstellen dan misschien dat iemand die echt Feyenoord fan is en dan blind van alles. Straks de 19 december natuurlijk, Feyenoord Ajax. Ja, maar dat je dan blind van alles, dat je dan ook niet in Amsterdam wil komen en zo. Ja, dat begrijp ik niet. Ook Vitesse, NEC, dat dan spelers van NEC niet in Arnhem kunnen komen en spelers van Vitesse niet in Nijmegen, weet je wel. Ja, dat gaat mijn pet echt te boven. Ja, maar kennelijk leeft dat ook op dat niveau. Dus stel je voor dat op heel andere niveaus heb je heel andere derbies ook nog in de wereld. En er vallen af en toe doden, dus ja. Dus, nou ja, dat is wel ernstig natuurlijk. Dat is zeer ernstig, ja. Het is wel kinderachtig inderdaad als je anti-PSV bent bijvoorbeeld en je weigert het om een Philips TV of zo of een Philips koffiezetapparaat te kopen, weet je wel. Ja. Dat soort mensen heb je gewoon. Ja, ja, daar heb je echt last van in je leven, denk ik. Maar goed. Ja. Ja, maar goed. Juventus. Ja. In de laatste minuut. Ja. Via Cuadrado. Gaan we niet al te veel over hebben, want je hebt ook wederom een speler van Juve in je elftal van de week. Ja. Matthijs de Ligt, dat wil ik wel alvast verklappen. Teaser naar het elftal van de week toe. Want die had Vlahovic in zijn zak. Ja. Kunnen we even kort... Nou, hij stond links centraal. Chiellini en Bonucci speelden niet. En Vlahovic speelde. En die zat natuurlijk afgelopen week in het elftal van de week. Dat is een van de grotere talenten in Italië, wat spitsen betreft. Fysiek sterke jongen. Lange jongen, technisch sterke jongen. Daar moet je dicht op zitten. Die mag je eigenlijk geen ruimte geven om met zijn rug naar de goal de bal aan te nemen. En zodat hij van jou weg kan draaien. Dus dat was ook weer een zeer interessant duel om te volgen. De Ligt tegen Vlahovic, maar ook De Ligt als organisator van de defensie. Want de twee tenoren speelden natuurlijk niet, die normaal gesproken met z'n tweeën erachterin staan. Ik moet zeggen dat ik niet ontevreden was over wat ik zag van De Ligt. Nou, wel van Juve als team, want ook die hebben toch heel veel moeite. En dat slaat ook weer terug op de andere spelers achterin. Want als Juve niet wint, dan gaan ze toch naar oorzaken zoeken. En dan ga je de best betaalde spelers bekijken. En dan staat De Ligt daar bovenaan. Want Ronaldo is vertrokken. Ja, en elk foutje of elk twijfelmomentje, dan zeg je, ja, hij is niet goed genoeg. Of hij zit in een zwak moment. Maar dat vond ik wel meevallen, eerlijk gezegd. Ik bedoel, maakt wel indruk op mij. Nou, gaan we in het elftal van de week uitgebreider bespreken natuurlijk. Dan komt ook de wanprestatie van José Mourinho weer aan bod. Die weer verloor met Roma. Want die speelt tegen Venezia. En dan heb je ook een speler van in je elftal. Dus ik ben hartstikke benieuwd hoe het elftal van de week er helemaal uitziet dadelijk. Zullen we de overstap maken naar Engeland? Waar zaterdagmiddag natuurlijk ook een fantastische derby natuurlijk op het programma stond. Tenminste, je hoopt dat het een fantastische derby wordt. Ik heb het natuurlijk over Manchester United, Manchester City. Ja. Ja, in City opzicht werd het een fantastische derby. Maar
in United opzicht. En de uitslag weer... doet vermoeden dat het wel meeviel. Dat het wel meeviel, maar het viel helemaal niet mee. Maar als het 8-0 was geweest voor City... Was niet gek geweest. 8-1 misschien. Nou, had het wel gek geweest. En dan had waarschijnlijk Solskjaer geen baan meer gehad. En misschien heeft hij nog steeds moeite om een baan te hebben. Want de druk wordt wel heel groot op Manchester United. Maar als je gewoon gaat zitten kijken naar Manchester United... City zet heel hoog druk. Hè? Dus United probeert van achteruit te voetballen. Dat lukt niet. Want je hebt Fred en McTominay, die bieden zich niet aan. Dus de verdedigers hebben geen afspeelmogelijkheden. Het wordt een beetje verstopje gespeeld, want ze zijn bang om balverlies te leiden. Dus er zit geen balcirculatie in vanuit de training of vanuit dat zoals je dat erin heeft gebracht. Dat zit er niet in. Nee. Ze doen eigenlijk maar wat. En dat zie je dan terug tegen een ploeg die daarvan profiteert en daar gebruik van maakt. Maar hoe ze dat doen vind ik wel fantastisch om te zien hoor. Hoe ze er bovenop vliegen en de voetballen onderuit komen. Dat is echt... Ja, wat City laat zien tegen United is heel knap. Maar de focus is natuurlijk op de wanprestatie van Manchester United. Mm-hmm. Want je zit te kijken naar een wereldmerk, Manchester United, met de beste spelers ter wereld in die selectie. Bruno Fernandes en dergelijke, Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood. En dan zou kunnen een tijdje Paul Pogba, die er dan niet bij was. Maar je zit te kijken naar een elftal dat niet kan verdedigen, dat niet druk kan zetten en dat niet van achteruit kan opbouwen. Ze hebben eigenlijk alleen een keeper die ballen tegenhoudt. Dat is wat je ernaar zit te kijken. Je zit te kijken naar een ploeg die niets doet. En niet alleen tegen Manchester United, maar ook tegen andere ploegen in de weken. Atalanta heeft toch wel heel veel pech gehad met de resultaten tegen Manchester United. Want ze waren twee keer de veel betere ploeg. Het is dat dan de bal in de laatste minuut voor de voeten van Ronaldo valt. En dat dan Solskjaer zegt, hij is Michael Jordan. Ja, Chicago Bulls had een iets betere trainer. Dat had hij er niet bij gezegd toen hij die opmerking maakte. Dat had hij eigenlijk nog moeten zeggen. Om het compleet te maken, Chicago Bulls hadden Michael Jordan. Wij hebben Ronaldo, die lijkt op Michael Jordan. Alleen de trainer van de Chicago Bulls, ja, die was iets beter dan ik. Ja. Want ik heb het niet in mijn vingers. Dat gevoel, dat hebben heel veel mensen nu bij United. En nu is Conte trainer geworden van Tottenham. Die had ze heel graag willen hebben, Potter. Nou, Conte had heel graag naar United gewild ook. En nu, ja, bij United beseffen ze misschien nog niet... dat het te laat is al. Maar stel je voor dat Solskjaer op straat wordt gezet. Wie moet je dan nemen? En als dan Ralf Rangnick de naam genoemd wordt... Met alle respect, maar... Maar dan heb je een paar afslagen gemist. Precies, precies. Nou ja, we gaan op VE Pro... Maar je wil het over City hebben? Ja, ik wil het over City hebben, want we gaan op VE Pro gaan we uitgebreid in op de situatie van Manchester United... en specifiek op de situatie van Ole Gunnar Solskjaer. Ja, dat is mij net ingefluisterd. Dus dat gaan we doen. Maar als we het over Manchester City gaan hebben, verbaast het jou eigenlijk dat ze dat... Nee, eigenlijk ze hebben het vorige week wel verloren van Crystal Palace. Ja, oké. Okay. Dus het zit goed in elkaar. En als je ziet, Bernardo Silva bijvoorbeeld, maar ook Rodri en Cancelo, de backs, wat die allemaal doen in een wedstrijd. Dat zijn eigenlijk halve aanvallers, of het zijn aanvallers. Wat er allemaal op de bank zit... Ik bedoel, dat is ook belachelijk, wat er bij City op de bank zit en wat er dan eventueel nog in kan komen en de concurrentiestrijd daar. Maar ook het positiespel en de manier van druk zetten, ja, dat zijn ze heel goed in. En dan kijken andere coaches ook naar wat City durft en doet. Spelen met heel veel ruimte in de rug, maar dat gaat elk seizoen in de halve finale van de Champions League een keer fout of in de finale van de Champions League. Omdat zijn ploeg in staat om dit City tegen te houden, maar United niet, omdat ze niet druk kunnen zetten, niet kunnen opbouwen en niet kunnen verdedigen. En dan kan het gebeuren dat je dan met 2 of 3-0 verliest, maar het ook 8-0 kunnen zijn voor City. Want City is veel beter dan United, veel beter. Ook al zag je dat op de ranglijst nog niet helemaal uitgedrukt in punten. Ja, want als je naar die ranglijst kijkt, hè, gaat het eigenlijk nog best wel spannend worden in Engeland, denk ik. Ja, maar Chelsea natuurlijk nu punten heeft laten liggen. Liverpool verloren van West Ham inderdaad. Ja, en nu zijn er mensen die denken, kan West Ham kampioen worden? Nou ja, kan Arsenal kampioen worden? Ja, ik wilde Arsenal niet noemen, maar Arsenal... Jij durft het niet, hè? Want jij wordt er nu tegen elke keer... Stel je voor dat Arsenal kampioen wordt. Dan moet ik mezelf opheffen. Ja, dan ga je weg bij VE. Ja, nee, nou, dan hef ik mezelf op. Ja, hoe gaat dat eruit zien? Nou, dan kom ik gewoon nooit meer. Nee, dan ga ik alleen nergens meer. Dan heb ik letterlijk, ik hef mezelf op. Dus ik hoop niet dat ik snel kampioen word, want mezelf opheffen, dat is wel drastisch en heftig, ja. Ja, nou ja, ja, het kan, maar... Maar wat bij Arsenal is natuurlijk wel... kijk, daar zijn natuurlijk een aantal veranderingen geweest. En speelde nu zonder Thomas Partey, dus vond ik wel... Lukt dat dan ook? Ja, 1-0 gewonnen van Watford. 1-0 gewonnen van Watford, ja. En opnieuw, ja, het elftal zit goed in elkaar. En misschien voert het te ver om dat helemaal tot in detail door te nemen.
Maar ik vind het goed in elkaar zitten met beweging op de flank en met Saka die nu op rechts speelt. Een jonge linksback die voor Chani een aantal wedstrijden waargenomen heeft, die het goed doet. Het centrum zit goed in elkaar, dat ook goed met elkaar communiceert. Middenvelders die en met de verdediging plekken van elkaar overnemen. Aanspeelpunt voorin met Lacazette, die dan ook als een soort middenvelder speelt. Met Aubameyang die gebruikt wordt met zijn snelheid. Ik vond bijvoorbeeld Aubameyang op links, werd hij verkeerd gebruikt. Ik kwam hij bijna niet in het spel voor. Maar ik vind nu dat iedere speler op zijn kwaliteit wordt benut. En een aantal goede aankopen met een keeper die perfect past in de filosofie van de trainer. Tomiyasu, die gehaald is, prima rechtsback, die prima presteert. Die ook past bij de spelfilosofie van Arteta. Maar je moet wel zeggen dat ze de afgelopen weken... Het is goed, maar ik denk dat ze ook nog tegen een aantal klappen gaan oplopen de komende tijd. En dat het Arsenal dan toch geen titelkandidaat is. Nee, dat zou natuurlijk kunnen. We hebben in het begin van het seizoen hebben ze natuurlijk gezien tegen City en Chelsea. En misschien daardoor een beetje te snel afgerekend. Ja, en ook toen waren er ook een aantal spelers nog niet. Ben White bijvoorbeeld net gehaald. En het keeper net gehaald. De rechtsback net gehaald. Zoek toch nog wie moet er in de spits. En hoe moeten die jonge jongens eromheen bewegen. Hoe moet ik Ødegaard wel of niet opstellen. En hoe moet ik die inpassen. Al dat soort vragen, die waren toen nog. En daar had Arteta toen nog geen antwoord op. Maar nu zie je langzaamaan een vaste basisformatie ontstaan. En van daaruit kun je kleine veranderingen doorvoeren om de situatie te verbeteren. Ja, en het is achterin gewoon veel stabieler geworden. En dat is het belangrijkste. Als je achterin het stabiel kan houden, dan kun je wedstrijd met 1-0 winnen. Want ze winnen maar met 1-0 natuurlijk. Mm-hmm. Niet zo dat ze Watford van het veld geblazen hebben. Nee, zeker niet. Wil ik de Premier League afsluiten met een absolute doodschop. Die werd gegeven door Holgate van Everton tegen Tottenham. Heb je die nog gezien? Ja, ik heb de rode kaart meegekregen. Of het was geen rode kaart trouwens, hè? Of wel? Het was eerst geel en toen rood. Het was eerst geel. Het was eerst geel, ja. Ja, ik heb ook een overtreding gezien van Aaron Creswell. Waarbij de VAR naar heeft gekeken en die vond dan geen rood. Niet gezien. Maar was dat vergelijkbaar? Ja, dat was een tackle waarbij als je het beeld stilzet, dan zie je zijn linker voet op kniehoogte van de tegenstander. Maar... Ja, dit was ook rood, ja. Frustratie, hè. Ja. Tottenham Everton vond ik trouwens, ik heb daarna zitten kijken. Ik vond het zo saai, de eerste helft. Omdat, je weet dat Conte iets wil neerzetten. Die gaat eerst, als je een huis gaat verbouwen, zet je eerst een stellage om het huis heen, toch? Om zodat mensen veilig kunnen werken. Mm-hmm. Dat zie je bij Tottenham nu op het veld. Dat is, hij probeert dat neer te zetten. Dus net als een training tegen Everton uitvoeren. En in ieder geval de nul houden. En ik zat te kijken en je weet al wat daar gaat gebeuren. En je ziet hem ook de hele tijd dezelfde aanwijzingen geven die hij ook in zijn Chelsea-tijd gaf, in zijn Inter-tijd. Dus je gaat daar een remake krijgen van Inter en Chelsea. En ja, ik zat naar Everton Tottenham en die 0-0 in de eerste helft. En ik heb afgezet. Ik denk, ja, dit gaat niet... Nou, ik weet het wel. Ik wil als het over een paar weken, als ze iets verder zijn, wil ik het wel zien. Want het was zo saai. Ja. Dus over de tweede helft en die rode kaart van Mason Holgate kan ik eigenlijk niet zeggen. Nee, behalve dat het een doodschop was. Ik heb het fragment gezien. Ja, precies. Zullen we overstap maken naar Duitsland, naar de Bundesliga, waar Borussia Dortmund weer heeft verloren. Dit keer van Red Bull Leipzig, natuurlijk. En Kunku was daar de grote man, hè. Staat in jouw elftal van de week. Gaan we het uitgebreid over hebben. Oh jee. Maar Dortmund, hoe erg missen ze Haaland? Dat is eigenlijk misschien wel een inkoppertje, eigenlijk. Ja... Maar tegen Ajax stond Haaland, de 4-0, stond Haaland wel op het veld. Ik denk dat Rose, die is natuurlijk overgestapt van Gladbach naar Dortmund. Groot trainerstalent, de nieuwe Klopp. Dan kom je bij Dortmund, er wordt Malen gehaald als miljoenen investering. Mm-hmm. Ze hebben Haaland weten te behouden. Er zijn de verwachtingen hoog. Ze beginnen ze goed aan de competitie. In de Champions League lopen dan fout tegen Ajax 2 keer. En nu tegen Leipzig. Ja, en ik hoorde Marco Reus na afloop dingen zeggen die dan tegen de trainer ingaan eigenlijk. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt. Qua spelopvatting? Ja, qua spelopvatting dat een aantal zaken toch anders moeten. Maar dat zijn eigenlijk de woorden van een trainer. Dat de trainer moeten zeggen en niet Marco Reus. Maar die is wel de aanvoerder. Dus ik neem aan dat Marco Reus eerst, voordat hij naar de camera's ging, dat intern in de kleedkamer heeft aangegeven. En dat daarna pas... in de media, want anders is natuurlijk de verkeerde volgorde. Dat kan bij een trainer toch in de verkeerde keelgat schieten, omdat je wel een bepaalde stemming creëert daarmee. Of mensen gaan zeggen, wie is hier eigenlijk de trainer? Wie bepaalt hier eigenlijk de tactiek? Wat was de strekking van de boodschap een beetje? Ja, dat precieze strekking ben ik vergeten, maar het gaat op de manier waarop Tottenham druk zet. Dortmund, Dortmund, sorry.
druk zet en dat soort situaties op het veld. Dat de afstemming niet helemaal klopt. Maar je hebt gelijk, Haaland wordt enorm gemist. Want Malen is natuurlijk geen Haaland. Dat wisten we al. Mm-hmm. Als je ziet wat Haaland heeft gepresteerd bij Dortmund. En hij was ook niet helemaal fit, denk ik. In die wedstrijden rondom Ajax en daarvoor. Hij was daarvoor al geblesseerd. Was al geblesseerd geweest. Dus, en toch een beetje schimmig. Is hij nou een paar weken uit de relatie of komt hij pas in januari weer terug? Daar heeft er weer een speler, Pon Krachtjic, geloof ik. Die heeft in de podcast gezegd dat Haaland tot en met januari weg is. En heeft ze dan zijn mond weer voorbij gepraat. En hoe dat dan precies zit, dat is ook vaag. Maar als het zonder Haaland is de komende weken, ja, dan zal Rozen toch iets anders moeten gaan bedenken. Ja. Ja. Want het was niet goed genoeg. Het was zeker niet goed genoeg. Bayern München was wel goed genoeg. Speelde tegen Mark Vlekken. Hoe deed Vlekken het tegen de grootmachten? Nou, goed. Want na 10 minuten kreeg ik al de eerste Vlekken met een F-berichten binnen op Instagram. Hij pakte een knappe bal in de eerste 10 minuten. Of 2 zelfs. Ik vond Freiburg wel een prima indruk maken. Die staan ook veel te hoog. Dat is een ploeg die niet bij de eerste 4 wil te staan. En dat is dan een topduel bij München tegen Freiburg. Maar Vlekken en Freiburg doen het geweldig. Die trainen het ook geweldig. Dus het lag niet aan Vlekken dat Freiburg verloren heeft van Bayern München. Nee. Sterker nog, ik vond dat Freiburg redelijk goed partij gaf. Als je weet wat voor club dat is, wat voor salarissen daar worden betaald, welke manier daar wordt gewerkt, wie daar allemaal in het veld staan en dat afzet tegen Bayern München. Dan heeft Freiburg dat prima gedaan en die staan bij de eerste 4. En er is nu het thema Champions League voetballen en daar wordt die trainer helemaal gek van. Want als je nu na 11 of 12 speelronden bij de eerste 4 staat, dan is het procentueel zo dat je dat 80% of 90% ook Champions League voetbal haalt. En dan zegt die trainer van Freiburg staat nooit bij de eerste 4. Mm-hmm. Dus dat wij Champions League voetbal gaan halen en dat het 80% is, dat is natuurlijk totale onzin. Want Dortmund, Bayern München en Leipzig halen Champions League voetbal. Die vierde plek is of voor Wolfsburg of voor Leverkusen. En niet voor ons. Dat vind ik wel een soort van verfrissend soort bescheidenheid. Ja. Je vindt het wel logisch in ieder geval dat Mark Vlekken nu een van de 3 keepers is bij het Nederlands elftal. Dat verbaast me helemaal niets, eerlijk gezegd. Nee. Nou is het wel zo dat Tim Krul is afgevallen, hè, bij die 4. Ik wil niet te veel verklappen, maar die staat volgens mij ook in je niet, maar die heeft het last. Die zit bij Norwich City. En Norwich City is, die hebben de trainer nu ook ontslagen. Na een overwinning. Maar die geven veel goals weg. Dus Tim Krul heeft veel te doen. Dus dan lijkt je misschien een slechter keeper dan je in werkelijkheid bent. Maar het heeft ook te maken met Mark Vlekken zelf. Want Louis van Gaal heeft het eigenlijk al aangekondigd. Mark Vlekken is een Louis van Gaal keeper. En Tim Krul is minder een Louis van Gaal keeper. Dus dan dat ze voor Mark Vlekken kiezen. Dat Frans Hoek voor Mark Vlekken kiest. En de technische staf en Van Gaal. En niet voor Tim Krul. Ja, dat is niet zo verrassend, denk ik. En bovendien bewijst Vlekken in de Bundesliga bijna wekelijks dat hij een vrij hoog niveau haalt nu. Dus ja. Absoluut, ja. Zullen we afsluiten in de Ligue 1, Frankrijk? Ja, waarmee? Ja, je mag kiezen. Met Paris Saint-Germain of met Olympique Lyon? Nou, Olympique Lyon wil ik wel wat over zeggen. Alleen, ja, ik weet waarom je Lyon, maar waarom zou het over Lyon hebben? Want het is natuurlijk in Nederland een club. Omdat er een trainer zit die uit Nederland Ja, komt. Een van de weinige Nederlandse trainers nog in een van de top 5 competities. En een paar weken geleden heeft de voorzitter van Lyon al gezegd, ik sta volledig achter de trainer. Ik zie, want die zit ook bij de trainingen en besprekingen en dergelijke. Ik zie goede dingen op de trainingen en dat voetbal, dat Ajax-voetbal, dat typische Peter Bosz-voetbal, dat gaat er wel uitkomen. De vraag is hoe lang een voorzitter dat kan volhouden. Maar ik denk dat je het eerder over de tegenstander moet hebben. Stade Rennes. Ik heb een speler gezien bij Stade Rennes. Met wie ga ik het ook elftal opnemen eigenlijk? Denk met mij. Oh, met jou. Dan raad ik je aan om dat even terug te kijken. Stade Rennes. Dus één speler die gisteren heel Frankrijk in vuur en vlam zette met zijn spel. En dat is de nieuwe Modric. Wordt wel gezegd in Kroatië. Dus ik vraag nu al wie het is. Maar het gaat in Frankrijk eigenlijk over de prestatie van die speler en van Stade Rennes. Lyon die loopt dan daartegen aan. Maar Lyon heeft gewoon moeite om de goal dicht te hebben. Antonio Lopez pakt heel veel ballen. Het zal wel tekenen dat de keeper een 8 krijgt in de kranten in Frankrijk, maar met 4-1 verliest. Dat zegt iets over wat daar gebeurd is. Ja, ze staan nu 7e met 15 punten achter op de koploper. Ja. Gaat Peter Bosz de kerst halen? Dat hangt van de voorzitter van Lyon af. Als hij daadwerkelijk gelooft
in de kwaliteiten van de trainer Peter Bos. En als hij daar heel dicht op zit en hij ziet die trainingen en de bedoelingen. En er is... Kijk, Stad-Rennes heeft wel weer keurig gescout en een aantal spelers gehaald die echt een aanwinst zijn. Lyon, op dat vlak is weinig gebeurd, hè, qua aankopen. Dat is ook een club die, die zich niet heeft versterkt. En met Peter Bos gokt op de toverderij van Peter Bos, die bij Ajax het gelukt is om de Europa League finale te halen. En die het in Duitsland een tijdje goed heeft gedaan. Met een bepaald soort voetbal. Met hoog druk zetten en de 5-seconden-regel en dat soort zaken allemaal. Maar voordat een spelersgroep dat onder de knie heeft, dat is lastig. En dat gaat er maar om, net om of de voorzitter kiest voor de miljoenen van de Champions League die uit zich verdwijnen en denkt, ik heb een snellere oplossing en we gaan weer iets veiliger voetballen en punten pakken. Of we geloven in Peter Bos en we laten hem zijn gang gaan. En wellicht komt het dan alsnog goed. Maar dat weet ik niet. Ik kan niet in het hoofd van de voorzitter kijken. Maar ja, het wordt wel... Dus haalt u de kerst. Dat je die vraag stelt is eigenlijk al zorgbarend. Ja, maar ja, we moeten ons een beetje zorgen gaan maken, denk ik, over de trainingscarrière van Peter Bos. Nee. Want waarom niet? Het levert nooit wat op, Sully. Ja, je bent streng voor me. Nee, maar het levert gewoon niks op. Met Ajax is die tweede geworden achter Feyenoord. Hij heeft de Europa League finale dan gehaald, oké, maar het is geen prijs. Ja, bij Dortmund is die de laan uitgestuurd. Bij Leverkusen is die laan uitgestuurd. Nu met Lyon gaat het niet goed. Nee, dat zijn wel de feiten. Ik ben niet advocaat van Peter Bos, hè. Maar we weten allemaal hoe hij over voetbal denkt en hoe hij ernaar kijkt. Hij kan niet... Soms hoor je wel eens van sommige trainers, het zijn uitstekende veldtrainers. Ja. Net zoals Alfred Schreuder of zo. Peter Bos gelooft in aanvallend voetbal. Dat heeft hij ook toen hij aangesteld werd bij Lyon. Ik wil winnen, maar wel op mijn manier. En die manier is leidend. En ik zag afgelopen week weer, ik geloof dat Joep Schreuder in Frankrijk was, die komt dan bij Peter Bos langs. En de manier waarop hij praat over coaches die verdedigen, hij weigert te verdedigen of iets verdedigender aanpak. Dus voor de goal te gaan liggen. En hij spreekt ook zelfs met een beetje dédain over coaches die wel verdedigen. Dus ergens in zijn hoofd, hij gelooft in een bepaalde manier van voetballen. En dat is de manier die hij mooi vindt om naar te kijken. Dus waarschijnlijk zet hij ook de tv alleen maar aan voor coaches die op een prettige manier voetballen. Dus hij heeft lovende woorden over voor de manier waarop Marseille speelt. Omdat die nemen ook heel veel risico. Maar het gevaar met heel veel risico nemen, als je trainer bent verantwoordelijk voor een ploeg als Lyon, ja, dan kom je wel eens tegen ploegen die ook kunnen voetballen. En als je dan heel veel risico neemt, dan krijg je er 4 tegen. Soms 6, soms 7, soms 8, ja. Maar dat weten we eigenlijk. Want zo is hij ook in Duitsland tegen de lamp gelopen 2 keer, toch? Absoluut, ja. Dus, en ook als je dan hoort over de Europa League finale tegen Manchester United, dat hij alles opnieuw zo zou doen zoals hij gedaan heeft. Want zij speelde aanvallend voetbal, Manchester United verdedigde. En hij zou die finale opnieuw zo spelen. Ja, dan verlies je opnieuw met 2-0. Maar het getuigt misschien een beetje weinig van... Nou, hij is een romanticus. Dat mag. Maar ja, geen winnaar dus. Peter Bos is een romanticus, maar geen winnaar. Ja, dat is de kop. Dat is de kop. Ja. Nou, uitstekend, Sully. Ja. Jij zocht een kop? Nee, maar ik zocht een kop, heel lang. Maar dat is geen verrassing, want dat weten we gewoon allemaal. Feiten, Sully. Ja. Als hij bij Oranje wordt aangesteld, bijvoorbeeld, er was natuurlijk versprake van dat hij bij Oranje... Want ik weet niet of jij het gelezen hebt, maar in de VI van vorige week stond de broer van Peter Bos als abonnee. Oké, niet gezien. Ja, dus de broer van Peter Bos, die was... In de rubriek abonnees. De broer van Peter Bos. De broer van Peter Bos staat dicht bij Peter Bos, denk ik. Dus, die... Okay. Is voorstander van aanvallend voetbal. Dat is een leuk stukje. Ja, ik vind het wel grappig om de broer van Peter Bos als abonnee in het VI te zien staan. Is hij ook kaal of niet? Maar hij leek niet heel erg op Peter Bos. Of hij kaal is, weet ik eigenlijk niet. Want het is een heel superklein fotootje. Ja. Peter Bos had vroeger natuurlijk een geweldige haardos. Ja. Nu niet meer. Goed gesprek dit. Oké, Sully, dankjewel. We gaan het in VI Pro natuurlijk hebben over Manchester United en Solskjaer. En dan hebben we ook nog het elftal... Maar over Peter Bos gesproken, we hebben binnenkort een Frankrijk special. Dat zal hij ook wel in voorkomen. Met de Nederlanders ook, zo, of niet? Ja, maar kijk... Ja, Peter Bos die heeft een bepaalde voetbalvisie. En iemand die een andere gedachte wil brengen, die kijkt hij aan van... Ja, sorry, maar dit is hoe ik erover denk. En dat is ook, dat heeft hij nu bij Lyon, laat hij dat nu ook zien. En de voorzitter moet dan gaan bepalen... gaat dat goed komen binnen nu en 6 maanden? Geloven we daarin? En dan moet je eigenlijk elke training bekijken. Dan moet je bekijken hoe die jongens daar
ja, hoe de jongens daarmee omgaan op het veld. Want je ziet wel een aantal spelers groeien. Voor Paqueta, die houdt natuurlijk van de bal. En die houdt van aanvallend voetbal. Dus wie is er onder Peter Bos enorm verbeterd en valt meer op, is Paqueta bijvoorbeeld. Ja, de kritiek is meer op de verdedigers. Ja, dat komt ook omdat die verdedigers op een andere manier moeten gaan verdedigen. Die hoger op het veld staan, dus moeten meer druk zetten. Als je meer druk zet, ja, maar de kans op fout is gewoon enorm groot als je zo voetbalt. Maar ja. Ja, we gaan het zien de komende weken, Sully. Ja. Mag ik jou bedanken voor je tijd? Zeker. Ja. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Tot de volgende video. Hou natuurlijk VI Pro in de gaten voor onze uitgebreide video over Manchester United en de situatie van Ole Gunnar Solskjaer. Met wie is die video eigenlijk? Met ons. Met ons? Ja. Oké.